Maatschappelijke verhaal. Jullie zitten met z'n tweeën allebei in dat outbreak management team. Is er nou één moment, of misschien wel meerdere geweest, het afgelopen jaar, dat jullie bij elkaar zaten en dachten, wij twijfelen toch of we het juiste aan het doen zijn? Is er een moment van twijfel geweest? Ik zie Diederik Gommers knikken. Ja, nee, die zijn er heel veel geweest. Maar dat is ook... Welke dan? Nee, maar ik kan niet precies nu zeggen van die en die en die. Maar we twijfelen omdat die variatie, omdat het geen absolute wetenschap is, twijfel je best vaak. Maar dat is niet het beeld dat ontstaat. Want... Maar die discussie hebben we wel. In het OMT wordt er wel maar vervolgens de disciplines wel flink gediscussieerd. Maar er is wel consensus. Maar dat hoort bij wetenschap en dat doen wij in het ziekenhuis altijd. Ja, natuurlijk. En dat twijfel hoort ook bij de wetenschap. Maar er rolt dan elke twee weken een OMT-advies uit. En ja. Dat gaat vervolgens richting het Catshuis en richting het crisisberaad van het kabinet. En daar wordt toch met grote stelligheid naar jullie conclusies gewezen. Dus is er een moment geweest, of zijn er momenten geweest dat jullie met terugwerkende kracht zeiden, nou, misschien zijn we daar toch te stellig geweest, hadden we dat anders moeten doen, was dat toch niet het juiste advies? Nou, ik heb dat zelf niet. Ik denk dat je, dus ik vind dat het hoort bij wetenschappelijk advies, dat onze rol is ook aangeven van wat weten we wel, wat weten we niet en wat zou je op grond daarvan adviseren. En dan is het ook de keuzes die daarin gemaakt worden. Ja, je kunt het perspectief bieden, je kunt het vergelijkingsmateriaal bieden, maar de keuzes liggen echt bij de politiek. Dus ik heb daar... ik vind onze rol heel erg goed kijken naar de wetenschap. Ja. Wat zijn de onzekerheden? Ja, maar goed, wetenschap betekent ook voortschrijdend inzicht over het algemeen. Ja. Tegelijkertijd hebben jullie, en met name u, ook wel gebruik gemaakt van die positie en aan deze tafel. U hebt nog net geen eigen kleedkamer hierboven. toch? Dus u hebt ook wel momenten gezocht als u dacht, nou, ze nemen daar in Den Haag de verkeerde beslissingen. Laat ik maar wat roepen, misschien krijg ik alsnog mijn zin. Zoals het instellen van een lockdown in oktober. Zoals het voor laten gaan van vaccinaties bij acuut zorgpersoneel. Nee, natuurlijk. Ik bedoel, mijn rol is voorzitter zijn van de Nederlandse Vereniging van Intensivisten. Op het moment dat mijn intensivisten vragen van, luister eens Diederik, het gaat niet de goede kant op. We maken ons zorgen of we wel voldoende IC-bedden kunnen waarborgen om mensen te kunnen behandelen. Kan jij niet zorgen dat wij gevaccineerd worden? Ja, dan probeer ik binnen mijn mogelijkheden dat voor elkaar te boksen. Dat is ook mijn rol. Ja, en daar maak ik absoluut gebruik van. Ja, dus een zeker machiavellisme is u wat dat betreft niet vreemd. Nee, daarom krijg ik misschien ook die prijs. Ja, dat zou toch wel kunnen. Toekomstige politieke carrière. Meneer Gommers, hier wacht ik al een tijdje op om u dit te vragen. Want u bent een aantal maanden geleden met Famke Louise in gesprek geweest. Naar aanleiding van hashtag ik doe niet meer mee. Daar bent u echt dus een dialoog aan gegaan met iemand die twijfelde aan het coronabeleid. Laten we er ook even naar kijken. Alleen samen krijgen wij de overheid onder controle. Ik doe niet meer mee. Famke Louise haalde het filmpje offline en zei ze dat ze spijt had van de actie. En ze ging langs in het ziekenhuis om te laten zien dat ze het virus wel serieus neemt. Ik kwam gewoon naar mijn kamer en ik heb het papier gepakt en ik heb getekend hoe dat gaat met het virus. Famke plaatste ook nog dit filmpje met een grappig filter. Ja, maar het is toch ook leuk? Dat hoort ook zo. Ja, dit kon op onwijs veel sympathie leveren. U bent ook daardoor gelijk op Instagram gegaan. Dus heeft veel kunnen betekenen in de dialoog met jongeren. Waarvoor prijs, dat staat ook in het juryrapport voor de Machiavelli-prijs. Maar wat ik me nou afvraag, naast Famke Louise, en misschien gaan mensen hier heel boos over worden thuis, maar zijn er ook hele serieuze twijfelaars geweest? Zowel aan de kant van, misschien moeten de maatregelen wel veel scherper, red team. Of zijn er andere scenario's om eerder open te gaan, bijvoorbeeld Herstel.nl. Hebben jullie wel eens ook daar het gesprek mee gevoerd en ook aangeboden van, moet het OMT niet ook die alternatieve scenario's voor het coronabeleid gaan doorrekenen, zodat we die naast elkaar kunnen leggen? Ja, maar kijk, natuurlijk, via de Instagram krijg je vragen, krijg je opmerkingen, maar ik krijg ook heel veel mails en probeer ook die mails te beantwoorden. Maar ook mensen die zeg maar andere suggesties hebben, probeer je ook via je netwerken dan in contact te brengen met de anderen. Dat is eigenlijk wat er dan achter de schermen gebeurt. Alleen, wat heel duidelijk is, het OMT, en het is niet aan het OMT om te zeggen dat de samenstelling van het OMT verandert, snap je? Ik ben gevraagd. Maar ook niet om ongevraagd advies bijvoorbeeld te geven. Ja, dat dus kan. Wel om te reageren.
reageren op wat de politiek... Nee, maar dat is natuurlijk vooral aan de politiek. De politiek kan zeggen, wij vragen nog meer adviseurs om ons te laten adviseren. Er is ook wel eens gevraagd in het OMT, volgens mij heeft dat op de agenda gestaan, of het zin heeft of er nog andere mensen zouden aansluiten in het OMT. Nou, we zitten er al met 40, 50 man via Zoom, dat heet dan anders, via de camera, te vergaderen. Maar u heeft niet, als u terugkijkt en denkt misschien bij dat denkt, als ik één ongevraagd advies misschien daarvoor de tijd had willen nemen, dus los van wat de politiek ons heeft gevraagd, zouden we dit graag hebben willen uitzoeken voor dat coronabeleid, dan heeft u niet iets top of mind waarvan u zegt, dat had ik graag verder willen onderzoeken. Nee, maar er zijn wel heel veel mensen geweest van, Diederik, kan je niet zorgen dat er meer dit of dat naar geluisterd wordt? En toen hebben we wel gezorgd om die mensen naar de juiste mensen te brengen richting het ministerie en daar vragen of ze gehoord konden worden, snap je? Maar het is niet aan Diederik Gommers als intensivist, voorzitter van de NVIC, om de minister te bellen van, luister eens, nou moet je eens luisteren naar Pietje Puk, die een heel goed advies heeft.